Hij is een voorbeeld van een ontwikkelaar die echt nieuwe wegen heeft gevonden in een hele moeilijke tijd. Begonnen met het grote project in Diemen en nu met de projecten die hij onder handen heeft, blijkt zijn vakbekwaamheid die zonder meer uitzonderlijk is in de vastgoedwereld in Nederland. Beste André, heel hartelijk gefeliciteerd met je verkiezing tot vastgoedman van het jaar 2017. Ik herinner me nog heel goed dat we met de stands van Snippen en DTZ Zadelhof op de Provada 2 jaar geleden tegenover elkaar stonden. En jij stond daar achter die enorme maquette van wat Holland Park moest worden. En je hebt laten zien dat het er ook kwam. Heel indrukwekkend en een zeer terechte onderscheiding. Beste André, grote vriend, van harte proficiat met deze welverdiende prijs. Die had je, naar mijn mening, al veel eerder moeten krijgen. Het gebouw wat jij hebt, de gebouwen die jij hebt ontwikkeld in Diemen en nu nog steeds aan het ontwikkelen bent, is on-Nederlands. Een fantastische ontwikkeling waar elk ontwikkelaar in Nederland een puntje aan kan zuigen. Heel veel succes en gefeliciteerd met deze prijs. Beste André, gefeliciteerd met deze prijs. De award van Nederland. Ik denk een zeer terechte winnaar. Met datgene wat je gepresteerd hebt in Diemen. Met je studentencampus, ongelooflijk. Maar nu Holland Park. Ik ben er zelf geweest. Zwaar onder de indruk. Dus wat mij betreft de terechte winnaar. Gefeliciteerd. Beste André, van harte gefeliciteerd met de prijs, award, Vastgoedmarkt Award 2017. Hele bijzondere projecten staan op jouw naam. Niemand kan daar nog omheen. En terwijl Diemen, zou je kunnen zeggen, naast Amsterdam lag, ligt het nu echt op de plek waar het moet liggen. Daar is durf, moed en ondernemerschap voor nodig geweest en jij hebt dat getoond. Met risico, maar ook met veel geest, zijn deze projecten weer tot wasdom gekomen. Het is een voorbeeld van renovatie en herontwikkeling in Nederland. Van harte proficiat.